Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Motley of je hoort ons natuurlijk live op Amsterdam FM of later via podcast. En als je terug wil kijken, dan kan dat ook natuurlijk naderhand op YouTube of op Artube. Zoals elke week zit hier tegenover mij een kunstenaar die aandachtig naar het gesprek luistert. En zij gaat iets tekenen vandaag. Dit keer is dat Romy Muirers. En helemaal aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op Voor de Kunst staat. Deze keer houden we het dicht bij huis. Hoofdredacteur van Mr. Motley, Lieneke Hulshoff, schuift namelijk aan. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe website van Motley. Waar ook deze radio-uitzending op verschijnt, onder andere. En die wordt mogelijk met jouw steun gerealiseerd. En dan krijg je er ook nog eens kunst voor terug. Dat is een hele goede deal dus. Maar we beginnen met Henk Vis, tekenaar en beeldhouwer. Opvallend in zijn werk zijn de ijzeren mensbeelden die wel iets weg hebben van aliens. Vaak lang en smal, zonder geslachtskenmerken en met ingekleurde ogen. Maar het zijn ook gemankeerde wezens, vaak zonder armen of met benen die te groot zijn, of die zichzelf in een onmogelijke positie gekruld hebben. En Henk maakt ook abstractere ruimtelijke figuren van staaldraad of meubels, of werken met kralen en bollen of schijnbaar bij elkaar geknutselde prulletjes. Een hiërarchie lijkt er niet in te zitten. Het zijn ongeacht het materiaal krachtige, ruimtelijke beelden. Henk, leuk dat je er bent. Heel leuk. Je pakt nog even wat spullen uit je tas. Wat moet er allemaal nog bij? Nee, niks. Ik moet af en toe wat opschrijven. Oké, je kan het ook allemaal terugluisteren. Hè? Ik bedoel... Voor tijdens het gesprek? Tijdens het gesprek valt mij van alles te binnen. Schiet mij van alles te binnen en dat schrijf ik dan op. Ja, oké. Okay. Doe ik eigenlijk altijd. Nou, helemaal goed. Om mee te beginnen, wat vind jij zo fascinerend aan die mensfiguren die ik omschreef? God, dat is gelijk een hele moeilijke vraag. Nou ja, ik maak gewoon kunst. Ik ben gewoon op een gegeven dag, toen ik 30 was, dacht ik, ik moet kunst gaan maken. Want ik ben pas met 30 begonnen. En eerst wist ik eigenlijk helemaal niet wat je dan zou moeten doen. Ik heb wel op de academie gezeten, maar daar ben ik met 22 jaar mee gestopt. Toen ik 22 was gestopt. Dus met 30 dagen rond. Jawel, wel afgerond. Wel afgerond ja. Ja. Tenminste, ja, als je slaagt sowieso, zeg maar, als je er 5 jaar geweest bent. Oké. Gelukkig. De academie is eigenlijk eigenlijk tijd, niks anders. Kunst kun je niet leren. En wat heb je... Maar als je jong bent, heb je gewoon tijd nodig om te weten wat je wil. En de kunstacademie is eigenlijk een plek waar je kunt uitzoeken wat je wil. Wat je wil gaan doen. En daar heb je, ik had daar 10 jaar voor nodig. En wat trok je zo aan in het idee van kunstenaar zijn? Want je zei, in het begin eigenlijk helemaal niks. Nee. Het is eigenlijk een restkeus geweest. Je gaat niet zeggen dat al het andere afviel. Dat is een heel flauw antwoord. Ja. Dat kan niet. Je had ook in een winkel kunnen staan of bakker kunnen worden. Of fietsenmaker. Ja, nu zou ik bakker kunnen zijn. Ik heb ook jarenlang brood gebakken. Dat is geen grapje. Ik zou ook fietsenmaker kunnen zijn. Want ik kan nog steeds fietsen maken. Als er kinderen komen die lekker band hebben, dan maak ik gewoon die fiets. Dus er is niemand kan dat meer. Dus ik kan nu wel, maar vroeger kon ik dat niet. Nee, ik heb 1 keer gewerkt bij Philips. En daar heb ik 1 avond volgehouden. Toen dacht ik, het is hier levensgevaarlijk. En die mensen zijn gek. Dus ik ben gelijk weer weggegaan. Dus ik heb eigenlijk nooit gewerkt. Nee, ik dacht op een gegeven moment... toen heb ik een atelier gezocht en toen dacht ik ga kunst maken, want dat is iets heel moois. Omdat je dan kan doen wat niemand van je vraagt. He, je doet iets wat niet om gevraagd wordt. En ik ben altijd, ik heb het altijd belangrijk gevonden om mensen niet te gehoorzamen. Dus niet te doen wat mensen van je vragen. Dat is eigenlijk een doorgaande lijn zo geweest. En dat kan het best als kunstenaar. Nou ja, precies. Dat is eigenlijk een heel goed begin. Dat is eigenlijk een heel goede uitgangspositie voor kunstenaar. Dus omdat niemand zegt jou wat jij moet doen. Toen ben ik kunst gaan maken. Atelier gezoek kunst gaan maken. En toen heb ik eerst bijvoorbeeld een brug gemaakt. Die brug, die zit ook bij die foto's.
En dat zag ik op de snelweg. En dus ik heb allemaal dingen gemaakt die ik zag. Een brug, een hoogspanningsmast, een vogelveer, een graf, tombe heb ik gemaakt. Zoveel alle van die dingen die ik gewoon zag. Dus eigenlijk, ja, ja, gewoon hoe je leeft. En daar iets van maken, van wat je allemaal meemaakt. Hè? Ik wilde eigenlijk grip krijgen op mijn eigen leven. Dus, en de figuren die ik ben gaan maken, dat is eigenlijk iets later gekomen. En dat was eigenlijk, kijk, door die brug te maken en de hoogspanningsmast en een graf en een veer van een vogel en een bootje, Ptolemeus, ontstond zo'n een wereldbeeld. Snap je? Een ruimtelijk programma. Die brug ging over water, over straten, wegen, land. Die vogel ging ook over land. Mm-hmm. En zo ontstond een wereld. En toen dacht ik, nou, dan zet ik ook iemand in die wereld. En zo heb ik eigenlijk de eerste figuur gemaakt. En Henk schiep de mens? Of is het niet de mens? Nou, mag je gerust zeggen, ja. Ja. Want zijn het mensfiguren? Het zijn ook gemankeerde wezens. Er ontbreekt vaak een arm of een paar armen. Of ze zijn wat langer. Ja. Ja, het is moeilijk om in het algemeen te praten daarover. Voor mij in ieder geval. Hè. Het zijn allemaal verschillend. Mm. Laatst had ik bijvoorbeeld een gesprek met een... ook een journalist, over één werk. En dat is dan... hoe heet dat werk? The Artist Model. En dat is een figuur die op de grond ligt. En hij vergeleek dat met een ander kunstwerk. Maar dat is een figuur die op de grond ligt. En wat ik wilde eigenlijk een lijk maken. Omdat je die ook wel eens... in de krant ziet bijvoorbeeld. En ook op de snelweg zijn er ook lijken. Er zijn in het leven allerlei gebeurtenissen. Mm-hmm. En zo is een dood lichaam ook een aspect daarvan. Dus ik wilde eigenlijk een lijk maken. En ik wilde heel graag, omdat ik ook in de kunstgeschiedenisboekjes keek, een model hebben, een artist model. Dat hoort erbij? Dat hoort erbij. En meestal zijn die nog zonder titel. En die wilde ik gaan maken. En... nou, dat is dan een figuur geweest die ik gekopieerd heb van een Etruskisch graftombe die daarop ligt. Dus zo heb ik die figuur gemaakt als die vrouw die op die tombe ligt. En de kleur gegeven van een naakte slak. Omdat het je over de grond sleept. Ken je die naakte slakken? Mm. En de borst heb ik blauw gekleurd, omdat het de hemel reflecteerde. Kijk, zo ben ik eigenlijk begonnen met een figuur te maken. Dus eigenlijk, om jezelf grip te krijgen op de werkelijkheid, om de wereld om me heen. Maar die wereld ziet er wel heel anders uit. Dat is helemaal jouw eigen interpretatie, stel ik me zo voor. Wat gebeurt er tussen die feitelijke wereld buiten en de wereld zoals jij hem weergeeft? Ik denk dat iedereen eigenlijk de wereld beschrijft. Hè? Als jij vertelt iets, dan beschrijf je de wereld. Je toont een versie van de wereld. Ik was net hierboven bij dat Russisch feestje. Daar beschrijf ik ook iets. Dus je zit altijd te maken met een beschrijving van een versie. Er zijn zoveel versies van de werkelijkheid. Dus iedereen die iets zegt, die iets doet, die heeft altijd te maken met de wereld en een versie daarvan. En er zijn ongelooflijk veel versies natuurlijk. En wat wij zien in jouw werk, is dat wat zich in jouw hoofd afspeelt? Ziet het er zo ook uit in jouw belevingswereld? Ik heb zelf het idee dat ik, als ik werk, dat ik niet aanwezig ben. Dat ik bijvoorbeeld dat ik blind ben, bijvoorbeeld. Het is niet zo. Ik kijk precies, ik weet al wat ik doe, mm-hmm. snap je? Mm-hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat ik niet helemaal grip heb op wat ik doe. Dus als ik modelleer bijvoorbeeld, dan gebruik ik meer mijn tastzin, mijn herinnering aan de aanraking, dan zeg maar visueel. Op de academisch werd vroeger, en nog wel eens, modeltekenen geleerd, dan kijk je eigenlijk naar de contouren. Ik werk eigenlijk vanuit een herinnering aan het gevoel. Dus ik ken mijn eigen lichaam. Ik ken lichamen van andere mensen. En dat is eigenlijk dat bepaalt eigenlijk hoe iets eruit ziet. Dus niet iets wat je gezien hebt.
Dus er is ook geen voorstelling. Ik heb eigenlijk nog geen voorstelling van iets. Het is eigenlijk zo dat ik iets maak wat vervolgens lijkt op wat je je voor kunt stellen. Snap je? Ja. Het is heel indirect. Dus zien wij dan een soort van materiële versie van wat jij dat geheugen van het voelen noemt? Ja, en kunst is voor mij altijd heeft altijd met herinneringen te doen. En de herinneringen, ja, dat is niet zomaar iets. Construeer je het verleden, want je weet niet meer precies hoe het was en er zijn vele versies. Mm-hmm. Dus je bent altijd bezig. Kunst is eigenlijk altijd is voor mij iets wat een rol speelt in de doodscultus eigenlijk. In iets wat voorbij is, wat niet meer bestaat. En in die zin zit het vol met allerlei gegevens. Wensen. Onplezierige dingen. Er zit alles eigenlijk in. En het lichaam is natuurlijk bij uitstek. Is het centrum van ongelooflijk veel sociale interacties. Er was een tijd dat ze baby's, als die geboren werden, hielden ze die op zijn kop. Aan haar benen. Een pasgeboren baby hielden ze op hun kop. En dan sloegen ze op de rug. Dan zeiden ze, dat is goed voor de longen. Dan komt er lucht in, dan komt dat vocht eruit. En dan leeft het. Nou, dat is lariekoek. Dus het is heel raar dat ze dus baby's gaan slaan. Toch? Nou, vervolgens, dat is heel rare methode. Moet je niet doen. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Nou, vervolgens, als je dan word je baby en ga je eten, dan moet je kotsen bijvoorbeeld, want je hebt iets fout gegeten. Of je wordt ziek of zoiets. Of je krijgt het heet. Nou, dus het lichaam zit vol met informatie, met herinneringen. Vervolgens krijg je ook nog eens klappen. Tenminste, in jouw generatie misschien niet, maar mijn generatie, dat was nog de generatie die echt klappen kreeg. Dus, flink ook. Van de ouders, op school zelfs. Hè? Ik heb op school nog met de liniaal door de juf, dat de juf achter jou stond en dan met de liniaal op je hoofd sloeg. Dat doen ze niet meer, hè? De kindertelefoon, hè? Toch? Ja. Ja, toen bestond dat allemaal nog niet. Dus en dat kan terechtkomen in zo'n beeld? Nou, gevoel. Nee, dat zit dus in het lichaam. Het lichaam is een archief van allerlei lust- en onlustsensaties. Ja. Angsten ook. Feesten ook, van alles. Je kunt buiten jezelf raken als je danst, als je feest. Je kunt verdrietig zijn en je hebt overal pijn. Dus het lichaam is eigenlijk een agglomeraat, een concentraat van een heleboel informatie. En dus alles speelt mee. Dus dat maakt het een logisch ding om mee aan de slag te zijn, dat lichaam nou, als vehikel. Ik bedenk dat niet, maar dat gaat gewoon zo. Als je bijvoorbeeld als je al met je handen met klei gaat iets maken, bijvoorbeeld als jij met je handen een stuk klei pakt, dan zul je ook bijvoorbeeld gaan genieten. Als je bijvoorbeeld erin knijpt. Of je zult denken, gadverderrie, als je erin knijpt, snap je? Ja. Je kunt ook genieten. Sommige momenten heb je dat, dan geniet je daarvan. Alsof je iemand knijpt. Alsof je voelt dat iemand je vasthoudt. Dat het fijn is. Hè? Mm-hmm. Terwijl je kunt ook je heel ongelukkig voelen als iemand je vasthoudt. Hè? Dus dat kun je eigenlijk met het klei heel goed uitzoeken. Maar dus er zit van alles in. En dan is het bijvoorbeeld, als ik dan, ik bedenk meestal wat ik ga doen ongeveer. Dus bijvoorbeeld met die artist model was het heel duidelijk die Etruskische graftombe. En dan zit je er helemaal aan vast. Hè? Dus dat is aan de dood, aan die rituelen. En hoe werkt dat dan? Want speelt jouw eigen lichamelijke herinnering daar dan ook een rol in? Als het gaat over de dood bijvoorbeeld. Ga je dan bij wijze van spreken naar jezelf, in jezelf op zoek naar die ervaring of naar de gevoelens? Nee, ik doe niks expres. Ik doe alles per ongeluk. Dus ik heb geen plannen eigenlijk als een kunstenaar. Heb ik eigenlijk geen plannen. Dus in die zin heb ik nee, die heb ik niet. Ik merk dat je af en toe ergens aan moet denken. Dat is eigenlijk alles. En je zei, ik heb het gevoel dat ik afwezig ben. Ja. Wat is dan hetgeen wat het werk maakt als jij dat niet bent? Wat is de kracht? Nou, ik maak het wel. Mm-hmm. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat ik doe. Hè? Want kijk. Elke actie is betekenisvol. Is dramatisch. Snap je? Een potlood valt uit mijn hand. Hè? Mm-hmm. Nou, die klank alleen al is dramatisch, vind ik. Hoezo dramatisch? Nou, dat is heftig. Ik vind het een hard geluid. Oh, okay, ja. En ik vind dat heel indrukwekkend. Ik krijg onmiddellijk herinneringen aan dingen die omvallen bijvoorbeeld.
Dus ook als je iets toevoegt aan de wereld, dus bijvoorbeeld iets maakt. Kunst wordt gemaakt, hè? Dat wordt wel eens vergeten. Het is gewoon een heel oud ambacht van mensen die wat doen, hè? Mm-hmm. Die wat maken. Een pot, een poppetje. Niemand om gevraagd heeft, die maken iets. En als je iets toevoegt, krijg je natuurlijk ook onmiddellijk weer nieuwe ideeën. Dat zelf genereren. Het ene beeld genereert het andere. Net als met woorden. Als ik haast zeg, ik weet zeker dat jij een associatie hebt daarmee, die ik niet weet natuurlijk. Ja. Ik vermoed dat je denkt aan dat dier met die oren. Maar ik weet niet of die jou aankijkt, wegrent, dood ligt, weet ik het wat. Ik weet niet of je groen gras ziet, weet ik veel. Dus wij vertrouwen er maar op dat we begrepen worden. Hè? Als we zeggen, ik heb een haas gezien. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe iemand anders dat hoort. Nee. En zo is dus, en dat is die vrijheid die je hebt. Dus, dat is de vrijheid van het beeld, vind ik dat. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus dat is wat, heel belangrijk. Wat voor dingen wil jij maken? Wat wil jij toevoegen aan de wereld? Wat wil je toevoegen aan de wereld? Dat is eigenlijk maar. Nou ja, eigenlijk niks vraag. Natuurlijk, want het is nogal wat, hè? Maar of niks. Nee, ik heb geen plan. Ik heb ook geen. In die zin heb ik geen ambitie, zeg maar. Ik denk niet dat je. Ik hoef zo niet te denken. Ik denk zelf nooit zo over kunst als, okay. Als een object wat dus een toevoeging is. Ik geloof niet aan toevoegingen, zeg maar. Ja, maar je zegt net, alles wat je doet levert ja, iets op. Ja, maar dan in de zin van dat je dus weer een nieuwe gedachte krijgt. Mm-hmm. Ja, ja. Dus, maar dat is toch toevoegen? Dan voeg ja, je toch gedachten toe? Ja, oké, dat is waar. Ja. Maar eigenlijk niks anders dan wat er al was, zeg maar. Ja, hoe moet je het zeggen? Elke actie heeft in zich een moment van het genereren van nieuwe acties. En dus je weet wel dat er dingen ontstaan, maar je weet niet wat het is. Ik niet. Dus ik weet ook niet wat ik zou toevoegen. Snap je, zo bedoel ik dat? Ja, dat ik niet kan weten wat ik toevoeg. Juist, ik kan ja. het niet weten. Maar je gooit iets de wereld in eigenlijk. Of je laat iets ontstaan. Ja. En vanaf daar is het vrij. Ja. Nou ben ik ook helemaal niet zo bezig met ik heb niet een opvatting over de wereld of zoiets. Mm-hmm. Ik weet alleen dat die bestaat. En dat ik daar deel van ben. Maar je merkt het niet altijd. Nu heb ik het gevoel dat ik in een grot zit bijvoorbeeld. helemaal niet ergens. Maar gewoon nowhere zo. Oh ja? Ja. Hoe kan dat? Ik denk door het lage plafond. Oh ja. Maar je voelt het niet als een plek voor jou aan? Geen locatie? Nauwelijks, ja. Oh, nauwelijks. Goed. Ik heb een tijdje gefietst. Het park vind ik prachtig. Ik ken Amsterdam goed. Maar dus dan ben je op straat. Maar hier ben je eigenlijk... ik weet eigenlijk niet wat je bent. Tussenwereld. Ja, het is eigenlijk zo'n beetje vage boel eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Ja, dat is ook heel fijn. Voor de luisteraar bestaan dus, wij ook als geluidsgolven alleen maar. Ja, precies. Dus het is niet altijd aan de orde. Je bent altijd wel deel van de wereld, omdat je nou eenmaal ruimte inneemt. Hè? Maar je weet daar niet zoveel van. En het is ook niet iets waar je veel over te zeggen hebt, zeg maar. Dus je moet er misschien ook niet te veel over nadenken? Is dat het gevolg? Nou, je moet alles doen wat je wil, hè? Maar het gaat erom wat je kan ook. Hè? Dus je kunt niet overal over nadenken, zeg maar. Ik kan al de laatste 10 minuten, zou ik al moeite mee hebben als jij me zou vragen, dat helemaal te beschrijven wat dat was. En zo. Nee. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Hè? Zit er in jouw beelden, zit daar hiërarchie in? Maakt het uit of het een groot stalen mensfiguur is of 4 schijnbaar bij elkaar geknutselde elementjes naast elkaar die tegen de muur staan? Bedoel je in het beeld zelf hiërarchie of tussen de beelden onderling? Nee, geen hiërarchie. Nee, voor mij is alles even belangrijk. Werken is heel aangenaam. Het is echt heel aangenaam. Dat zul je ook vinden. Jij ziet er ook gelukkig uit. Jij vindt het ook leuk. Ja, dat is toch zo. Ja. Dan zou je het niet doen. Dus, dat hoop ik tenminste. Nee, dat heb je gelijk. Dus werken is heel aangenaam. Dus, dus alles wat je doet is goed in die zin.
Snap je? Maar wat grappig maar er is niet iets. Dus niet te zeggen, ik maak geen meesterwerken. Hè? Nee. Oké. Okay. Ben ik niet van plan. Oké. Okay. Nee. Dat is misschien ook een ander om te beoordelen. Toch? Misschien is het al wel gebeurd. Nou ja, je zou ook kunnen streven naar het maken van kunstwerken. Maar ja. Van meesterwerken. Ja. Nee, leuk dat je die vergelijking maakt. Want wij nodigen het namelijk niet zomaar iedereen uit als gast hier om te praten. Dus daar zit natuurlijk al een soort selectie in. En een soort keurmerk. Keurmerk? Ja hoor. Ja hoor, jij krijgt een Mr. Mobley stempel op je hoofd straks. Nee, wat ik bedoel... Nee, dat is goed. Maakt het jou... Wanneer weet jij, dit is het niveau wat ik wil hebben? Dit beeld is sterk genoeg om nou, de buitenwereld aan te gaan. Over niveaus kan ik helemaal niet beoordelen. Ik kan niet... Maar beoordeel je wel op? Ja, precies. Dat is zo. Natuurlijk moet ik wel op een gegeven moment iets afmaken en stoppen. Ja, de beoordeling is de mate van... Kijk, in feite weet ik het niet. Dat is het eerlijke antwoord. En dat weet ik echt niet. Maar wat ik wel weet is... Ik ben natuurlijk de eerste toeschouwer. Ik ben continu ook betrokken bij het maakproces. Snap je? Ik ben ook aan het kijken en aan het nadenken. Wat is dat? Wat is dat allemaal? Enzovoort. Dus ik ben ook de eerste toeschouwer. En het is eigenlijk zo dat als ik maar... 1 seconde denk, dit is fantastisch, dan heb ik met mezelf afgesproken, Henk, dat is genoeg om het goed te vinden. Oh ja? Ja. En die 1 seconde kan ongelooflijk intens zijn. Dat kan iedereen kent dat moment dat het maar heel kort is, maar dat je toch iets heel, heel intens beleefd hebt. Dat hoeft maar heel kort te zijn om weken te duren. Om weken, zeg maar, het opstaan te vergemakkelijken. Mm-hmm. Ja? En vroeger was dat... Vroeger, daar bedoel ik mee toen ik 35 was. Toen, als ik dan een beeld had en ik denk... Jezus, wat heb ik nu gemaakt? Fantastisch. Zo, dat ik er vanzelf van schrok. Dan rende ik naar buiten. Nou, ik liep naar buiten, maar toch stevig getrapt. Dus krachtig. En dan liep ik zomaar weg. En dan was ik intens gelukkig. Helemaal gespannen. En totdat ik dan een beetje moe werd van alles. Van die spanning, van het weglopen. Ik dacht, en dan keerde ik om en dan ging ik weer terug. En dan was ik eigenlijk doodsbang. Het zou wel eens kunnen zijn dat als ik dan weer binnenkwam in mijn atelier, dat ik er niks aan vond dat ik gemaakt tegenvalt. Had. Ja, tegenvalt. En dat is ook wel eens zo. Maar ik denk, ja, dat doet er niet toe. Ik heb 1 minuut. Heeft mij dat een intens geluk gebracht, daar moet ik gewoon respect voor hebben. Hè? Dus dat waardeer ik met een 10. Oké. Okay. Ja, dus elk werk wat ik gemaakt heb, dat is in die zin oké. Okay. Dat is allemaal goed. Dat is boven de 1 seconde uitgekomen. Yes. En wat ik dan doe, als ik het gemaakt heb, en dan kom ik terug en dan staat het er nog en het is nog oké, dan doe ik het gelijk weg. Helemaal weg. Ik heb 2 ruimtes, dat er je ene opslag. Het klinkt plat, een opslag, maar eigenlijk is het wel zo. Dus een atelier, daar werk ik. Als ik niet werk, als het klaar is, als ik dus afscheid neem. Mm-hmm. Als ik ook niks meer weet over het werk. Want dat moment dat je stopt, is alles wat je weet over dat maakproces, is verdwenen, is opgelost in dat werk. Dus dan ben je een toeschouwer vanaf dat punt. Ja, dit is eigenlijk een verliefdheid die over is. Heel, ook verdrietig, zeg maar. Want ja, heb je zoiets moois gemaakt en het is eigenlijk weg. Het loopt gewoon weg. Alsof je, je een vriendin hebt die gewoon 's ochtends wegloopt. Maar je stuurt en nooit weg. Weer terugkomt. Wat? Je stuurt er weg, die vriendin. Nee, dat beeld dan, hè? Ja, snap ik. Ik zal nooit een vriendin weg. Nee, laten we het vooral niet over je privéleven hebben. Daar gaat het maar niet om. Nee, maar dat zijn beeld, hele andere dat, lichamelijke herinneringen. Precies, dat beeld is dan, dat die sculptuur, zeg maar, die heeft dan geen... Die heeft dan gezorgd voor een gelukkig moment... En dat moet ik dus consolideren ergens. Het is maar een object, het is maar een stuk steen of hout of ijzer. Ja. Dus ik wil het ook niet meer zien dan. Dat is dan afgelopen. Want het kan dat ook misgaan voorbij. Als je eraan doorwerkt. Ja, nou nee, als je er te lang naar kijkt. Dan denk je, ja, wat is dit voor onzin? Bijvoorbeeld, gebeurt ook wel eens. Dus die 1 seconde is genoeg voor mij. En dan zet ik het in de opslag en dan ga ik er niet meer naar kijken. Pas als een tentoonstelling komt, haal ik het voorschijn. Maar stel, je zou er langer naar kijken en je komt erachter dat het niet goed is. Dan zou ik zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja, maar heb ik nog nooit meegemaakt. Ah, oké. Nee.
Nee, dus dat is ook wat ik geloof. Dat je dus als je een gelukkig moment hebt gemaakt, dat zijn ook waarachtige momenten. Dus die zitten echt. Dat zijn echt goede dingen, zeg maar. Goede momenten. En die werken voor jou. Probeer jij nog dat mysterie te ontrafelen waarom dat dan goed is? Of denk je, het is die ene seconde en dat is genoeg voor mij? Ik ben op dat moment werk van maker. Van maken neem ik afscheid. Dus de relatie, de liefdesrelatie is voorbij. Dat wordt een vreemde. En ik word een toeschouwer. En dan ga je allemaal rare dingen zien. Dan denk je, godverdikkie, je hebt daar te weinig verf op gedaan. Maar ja. Of ja, volgende keer moet dat iets langer zijn. Nou ja. Snap je? Mm-hmm. Je wordt toeschouwer. En omdat ik wel het werk ken, word ik heel kritisch toeschouwer. Maar ja, daar heb je verder niks aan. Dus ik laat dat zo staan. Dus eigenlijk al het werk is eigenlijk... er is geen enkel werk wat helemaal goed is, om het zo te zeggen. Maar je zou kunnen denken, je hebt jarenlange ervaring. Op een gegeven moment weet jij wat die ene seconde van puur genot oplevert. Nee. Zoek je daarna? Nee, ik zoek ook niet naar. Nee. Het gebeurt ook niet altijd, hoor. Maar het is wel het schema zo. Het is wel het schema ziet er zo uit. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd of die ene seconde aan de overkant al heeft plaatsgevonden. Romy? Ja? Pak de microfoon erbij als je wil. Dank je. Wat ben jij, wat heb jij zo far gemaakt? Nou ja, ik ben maar begonnen met een soort van chaos waarin ik eigenlijk altijd begin. En daar probeer ik dan altijd een soort van ritme in te vinden door middel van abstracte en figuratieve vormen. Die vaak inderdaad voorkomen uit herinneringen of uit verlangens of uit beelden die ineens opkomen, projecties, et cetera. En ik vond heel veel dingen die Henk net vertelde wel heel interessant en die ook wel herkenbaar zijn eigenlijk, dat je totaal niet weet wat je eigenlijk doet of waar je mee begint. Je begint maar ergens en je gaat eigenlijk zoeken naar dingen die daaruit voortkomen en die ontstaan eigenlijk heel intuïtief vaak. En Henk zei bijvoorbeeld heel mooi van de herinneringen aan aanraking of herinneringen aan het gevoel. En dat bepaalt hoe het bijvoorbeeld eruit komt te zien uiteindelijk. Kun je dat aan de hand van deze tekening ook aanwijzen? Nog niet. Ik ben daar nog heel erg in aan het zoeken. Mm. En op een gegeven moment dan vallen dingen op zijn plek of zo. Het is gewoon eigenlijk een soort van dwaalsessie door je hoofd, waarin allerlei vormen en beelden zitten en die probeer je dan op papier te krijgen. Mooi. En even omschrijven misschien voor de mensen die het niet zien. Ik zie een soort van boomachtige vormen. Ogen, ja, zie ik dat goed? Ik begin vaak met organische vormen van het drukken van bijvoorbeeld mijn lichaam op papier. En dat is eigenlijk een hele intieme sessie. En daarin ga ik eigenlijk met mijn potlood dwalen. En eigenlijk mijn potlood is op dat moment mijn handschrift, maar ook de vertaler van mijn gevoel. Dus het zijn vaak of hele melancholische lijnen, mijmerende lijnen, verlangende lijnen. En die zorgen voor die abstracte vormen, maar ook uiteindelijk die figuratieve vormen van die aanreikingen van bijvoorbeeld een persoon of een hand of een lichaam, et cetera. Heel mooi. Heb jij een soort van schema van hoe het verder gaat de komende 20 minuten? Totaal niet. Je blijft gewoon... Nee, ik doe maar wat. Ja. Heel goed. Ja. Nou, ga vooral zo door met maar wat doen, want het ziet er fantastisch uit. Dankjewel. We komen zo weer bij je terug. Je luistert naar Kunst is Lang met Henk Vis deze week. En ik ben heel benieuwd, Henk, hoe jij je titels kiest. Dat is een bewuste proces, denk ik. Ja. Het is een beetje corrupt. Nee, het is niet echt corrupt. Corrupt. Ja, het is eigenlijk een corrupt moment. Want ik heb een heleboel titels. Nee, dit is pas begonnen boekje. Maar ik heb een heleboel titels. Ik schrijf eigenlijk alle dagen wel iets op. Of wat ik gelezen heb, of wat ik denk gelezen te hebben. Hmm? Wat ik me herinner of denk te herinneren. Wanneer is iets een goede titel? Bijna altijd. Bijna alles is een goede titel. Dat is heel lastig. Dat is heel erg ingewikkeld, ja. Lees eens een paar. Ik lees ze niet. Nee, want dit is toevallig een stukje van een gesprek wat ik afgeluisterd heb van iemand. En dat is niet leuk. Oh, nee. Maar ook niet, je hoeft geen namen te noemen. Nee, maar dat is toch niet leuk. Nee, dat is toch niet leuk. Okay, nou, voor mij is dat niet leuk, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Voor jou misschien wel. Maar titels, ja. Titels is ook een vorm van afscheid. Dus kijk, eigenlijk heeft het werk helemaal geen titel nodig. Alleen, ik hou ervan om de baas te zijn. Mm-hmm. Over mijn eigen werk natuurlijk. Hè? Niet over andere mensen, maar over mijn eigen werk. Mm-hmm. En als ik een titel geef, dan heb ik nog meer macht over dat werk. Ja, je dwingt ons na te denken over die titel en de relatie met dat beeld. Ja, en het liefst doe ik dat door een titel te doen die niet logisch lijkt.
Want de verwarring die ik dan teweeg breng, geeft mij een ongelooflijk genot. Een sadistisch genot, maar een Nee, niet sadistisch. Nee, ik denk het niet. Waar zit het genot in? Vertel eens. Nou, omdat je een ongelooflijke dynamiek teweeg brengt. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een werk gemaakt, dat is een haas. Daar hadden we het net over. Mm-hmm. En dat is voor een graf eigenlijk. Een Utrecht is een kindergraf. Ik heb heel vaak vragen om een graf te maken, maar dat doe ik niet. Maar voor dat kinderbegraafplaats heb ik dat wel gedaan. En het is een haas. Ik denk, met hele grote oren dan. Al die kinderen die daar komen bij die kleine hazen, heel kleine graafjes, die kunnen dan denken dat die haas naar hen luistert. Zo'n luisterfiguur. En die heb ik ook tentoongesteld later. En die had een titel. Ik was getrouwd met een aap. Ja, snapt natuurlijk niemand. Nou, dat is eigenlijk waar ik dan van geniet. En waarom dan? Ja, omdat je dus een ongelofelijke hoeveelheid... Kijk, gehoorzaamheid vind ik het ergste wat er is. En dat is echt iets over na te denken, hoor. Want dat is niet zomaar iets. Dat is niet een puberale uitspraak. Maar dat is echt een heel ernstig politiek statement. En ook existentialistisch, hè. Want de gehoorzaamheid gaat... Nou ja, goed. Dat is dus gehoorzaamheid. Ja, je moet zelf uitvinden wat je wil doen, vind ik. En dan moet je natuurlijk een samenspraak met mensen doen... dat het allemaal niet verkeerd gaat, hè. Je moet wel stoppen voor rood en zo. Je moet ook je belasting betalen enzovoort. Je tanden poetsen. Maar je moet eigenlijk niet in iemand anders uitzoeken. Plan... In een plan wat iemand anders bedacht heeft... dan moet je niet een rol spelen. Zomaar. Okay. Dus... Nou, als ik nou bijvoorbeeld die haas een haas noem, zoals ja, nou, dat zou natuurlijk een beetje saai zijn. Dus dan zeggen mensen, ah ja, de haas. Ja. Huh? Mm-hmm. Ah ja, dat klopt. Dus dan is de titel en het werk, dat zit in een gehoorzaamheidsidee. Maar als ik dat nou noem, ik was vertrouwd met een aap, dan klopt dat niet. Dus het is een pleidooi het is eigenlijk om de macht van het woord te ontkrachten eigenlijk. Het woord heeft namelijk in onze cultuur, en dat is al natuurlijk vooral sinds het christendom, heeft het woord heel veel macht. Omdat de Romeinen hebben wetten gemaakt met woorden. De kerk, de Bijbel zou zonder woorden niet kunnen bestaan. Mm. Ja? Als het een orale cultuur was, dan zouden wij voortdurend met elkaar praten en dan zouden we voortdurend andere woorden gaan gebruiken. Maar omdat het op schrift staat, blijft het staan. En dan zegt het schrift, je mag dit niet en je mag dat wel. En dan kunnen ze zeggen, kijk, hier staat het. Een soort anker. Het schrift is een dwangmiddel. Daarom is het ook zo handig voor de samenleving om te besturen. Snap je? De Romeinen hebben de wereld bestuurd door middel van het schrift natuurlijk. Mm. Mm. En jij zet die taal een beetje voor lul door een beeld bij te zetten nou, wat niet klopt. Ik vraag me af of je dat altijd dat aspect van de taal moet gehoorzamen. Je weet allemaal dat in de poëzie wordt de taal gebruikt op een veelzijdige manier. Elk woord wordt associatief en door middel van klank en als het nog uitgesproken wordt met ritme, dan wordt een heel theater. Elk woord kan een theater zijn. Mm-hmm. Ja. Dus het aspect van één op één kloppend, fiets is fiets, hè, dat is maar één aspect van de taal. Dus door die titel te pakken, op te plakken aan het beeld, ontkracht ik eigenlijk de autoriteit van het woord en tegelijkertijd zeg ik, laat ik zien hoe machtig het woord is. En wat er ook gebeurt is, dat dus, en dat is heel grappig, als je dus als je een woord aan een ding koppelt, en het beste voorbeeld is de mens eigenlijk, jij heet Luc volgens mij, mm-hmm. met een K. Mm-hmm. Nou, als ik Luc zeg, dan weet jij, hij bedoelt mij. Ja. En niemand anders. Want dat ben ik. Ik ben Luc. Toch? Mm-hmm. En als jij Henk zegt, dan denk ik, dat ben ik. Ik ben dus 100% ben ik Henk. 100%. Ik ben identisch met die naam. Best gek. Want er zijn natuurlijk miljoenen mensen met die naam. Hè? Het zegt helemaal niks over jou. En over mij. Maar het is wel iets waar we ons volledig mee identificeren. In deze context.
In deze tussenruimte? Nou nee, ook op straat. Hè? Ook op het politiebureau, zeg maar. Hè? Maar overal. Niet tussen nog 10 Henks. Dan ben jij nee, als er 100 Henken Henk zijn, dan hebben ze dus degene die wil weten wie welke Henk ze willen hebben. Dan hebben ze natuurlijk een probleem. Hè? Dat is de third man hè? In het Spiegelpaleis en zo. Yes. Maar dus het woord heeft een neiging om aan een object, als het aan het object gekoppeld is, om het daarmee samen te vallen. Mm-hmm. Bekend is natuurlijk, als je dit een glas noemt, dan is dat een glas. Dat is identisch. Hè? Als je dit nou bijvoorbeeld een autopet noemt, of je noemt dit bijvoorbeeld Ramallah, ja, dan krijg je wel een probleem, hè? Ja. Laten we dit eens een Ramallah noemen, dit glas water, waar niks geen water bij in zit. Nou, een druppeltje nog, hè? Ja. Als we dit Ramallah noemen, nou, ik weet niet of je eruit komt. Nee. Nee, ik wel. Maar je wordt dus heel creatief dan. Ja? Dus het woord tot de naam is eigenlijk... Het woord gebruik ik op de manier zoals een naam samenvalt met de eigenaar. Zo valt het woord samen met het kunstwerk. Okay. En bijvoorbeeld, nog één ding, want het is leuk. Want dan kan ik een heleboel kwijt met die. Want ik schrijf veel en ik lees ook best. Bijvoorbeeld, ik was getrouwd met een aap. Dat is eigenlijk een verhaal van een Indiaan. Dat is geen grapje, maar dat heb ik gelezen in een boek. Verhalen van uit 1865, zoiets. Hebben ze opgetekende verhalen van Indianen in Amerika, Noord-Amerika. En ik ken ook een kunstenaar in India, Jimmy Durham. Die ken ik goed. Ik wil ook nog een vraag stellen. Die vrouw die had een man, een hele lieve man natuurlijk. En die ging 's ochtends de wigwam uit. Ja. En die ging jagen. En dan kwam die terug met iets. En dan hadden ze 's avonds lekker te eten. En dan ging hij weer jagen enzovoort. En zij maakte dan het eten klaar. Ze poetste het huis en dit en dat. En ze heeft in die brief, of dat schrijft ze dan op. Dat is dan opgetekend. Die tekst, dat is een brief geworden. Ze schrijft dan, ja, ik deed alles. Voor mij was mijn man alles. Ik wachtte. Als hij wegging, stond ik te zwaaien in de hut. En ik wenste hem al het goed. En de hele dag dacht ik aan hem dat er maar niks gebeurde. En dat het hem goed zou gaan. En als hij dan 's avonds thuis komt, dan was ik blij. Dan had ik te eten voor hem. Hij was voor mij alles. Ja. Maar ik was voor hem maar een hond. Niet meer. Dat schrijft zij. Zo voelde zij dat. Dat kan, hè? Mm-hmm. En toen dacht ik, god, dat is toch wel heel erg. Kijk, en toen kwam ik weer bij de categorie erge dingen uit. En dan heb je het over een kind. Een kindergrafplaats. Een kinderbegraafplaats. Nou, een kind wat sterft is natuurlijk erg. Maar het is ook heel erg voor de ouders natuurlijk. Hè? Dus je krijgt eigenlijk ook de moeder enzovoort. De ouder te zien. Dus de zorgende persoon te zien. En dat verbond, die haas verbindt dat dus. Die haas is eigenlijk ook een troostende figuur. Een moederfiguur. Ja. Die aanwezig is en luistert. Met zijn pootjes zo en zijn oren zo. Hartstikke lief knuffeldier. Maar dit zijn en toch gedachteroutes die jij aflegt. Want als kijker weet je dit allemaal niet natuurlijk. Dat is toch heerlijk? Dat hoeft toch helemaal niet? Ik weet ook niet wat jij gegeten hebt vanavond. Nee. We weten een heleboel van elkaar niet. Nee, dat is waar. Maar ik veronderstel, en corrigeer me als ik het niet goed heb, dat je toch probeert te communiceren met zo'n werk. Nou, dit is communiceren op hoog niveau. Hoor. Verwarring, het misverstand. Als je dus het misverstand kunt creëren, dan ben je goed bezig, denk ik. Want dat is echt... Dan wordt het echt grote kunst. Want het misverstand is niet iets wat buiten de reden valt. Mm. Nee, dan bestaat het niet. Dan heeft niemand het in de gaten. Maar het misverstand is iets wat binnen het logisch apparaat zit. Maar wat niet past. Of nog niet past. Net het ene kiertje op zich. Nog niet past. En dat is dus hartstikke mooi. Wat nou als die titel ervoor zorgt dat mensen denken... Oké, die titel is interessant, maar het beeld wordt er minder goed door. Oh ja, maar dus dan, dat mensen de hiërarchie onderhouden. Maar mensen mogen natuurlijk alles doen wat ze willen. Snap je? Ik ben toch voor de ongehoorzaamheid, dus... Ja, toch? Maakt jou niet uit. Nee, het maakt me niet uit. Integendeel, ik bewonder mensen die niemand gehoorzamen. Dus ook mij niet, natuurlijk niet. En ik heb ook niks te melden wat gehoorzaamd kan worden. Snap je? Ik kom niet binnen en ik zeg, doe maar 2 whisky. Zoals die Russen daarboven. Moeten we even vertellen, want we hebben de mensen niet gehoord. Maar hierboven zit in Vondel CS en boven is een heel mooi terras. Dat is blijkbaar een heel chic feestje van een hele dure... Maar snap je, ik wil niet dat mensen mij gehoorzamen. Ik wil absoluut niet een autoriteit zijn. Natuurlijk niet. Maar om het weer terug te halen naar wat je aan het begin van de uitzending zei. Misschien
kan ik me voorstellen dat je wel iets de wereld in wil brengen wat mooi is of nieuw is of inspirerend is? Nou, ik wil ten eerste, het allereerste wil ik weten wat dat is om te leven. Dus of dat nou kunstenaar is of vader of fietsenmaker of poetsvrouw, want dat doe ik ook, ik poets ook het huis, snap je? Dus we zijn zoveel, hè? Mm-hmm. En ik wil weten wat dat is eigenlijk, wat dat is, wat dat inhoudt. En waarom dat zo is. En zijn die werken antwoorden daarop? En dus ik heb niet een boodschap. Ik wil ook niet iets met de wereld. Ik wil eigenlijk, ik denk dat ik het wereld wil begrijpen, zoiets. En daar heb ik al die drukte en al dat gewerk voor nodig, denk ik. En zijn die beelden dan ook antwoorden voor jouw gevoel? Nee. Voor jou persoonlijk? Nee. Het zijn pogingen tot? Nou, het zijn hulpmiddelen, zeg maar. Het zijn ze vervallen eigenlijk, snap je? Het maken van kunst is natuurlijk kunst. Het product zelf is gewoon iets om naar te kijken of te genieten. Maar voor mij, ik ben een kunstenaar. Hè? Ik ben ook wel een toeschouwer, maar ik ben vooral iemand die iets maakt. En, dus voor mij is het maken het allerbelangrijkste. Ja. Jouw werk is ook, heb je ook wel eens een pleidooi voor beeldtaal genoemd. Ja. In dit akelige protestantse iconoclastische land filmineerde jij ooit in een interview. Ja. Ja, vond ik mooi gezegd. Hoe vind je dat er in Nederland met beelden wordt omgegaan? Nou, laat ik zeggen, dus als ik politici hoor, heel gebrekkig. Gebrekkig. Ik vind, als ik dus de Nederlandse politiek neem als onderzoeksveld van taalgebruik bijvoorbeeld, waarin beeldspraak wordt gebruikt, dan mogen al die politici, ik vind eigenlijk dat de politici geen metafoor mag gebruiken. Dus een politicus mag niet zeggen, donkere wolken komen eraan. Of we gaan de broekriem aantrekken. Ze moeten gewoon zeggen dat de belasting omhoog gaat en dat de uitkeringen omlaag gaan. Als ze dat willen zeggen. Ze moeten niet zeggen donkere wolken. Dat moeten ze aan de kunstenaars overlaten. Dat hebben ze ook zelf nooit ontwikkeld, die metaforen. De politici, die komen uit de juridische wereld, die moeten dingen benoemen. Precies zijn. Die moeten zeggen, kijk, dit moet iets anders. Daar moet een 0,5% bij. Mm. En dan moeten ze uitleggen waarom dat is. Wat gaat er dan mis? Wat gaat er mis met die beelden als zij het zo misbruiken? Nou, beeldspraak is ongelooflijk krachtig. Dat is drugs eigenlijk. Sterker dan de sterkste drug. Als ik zeg donkere wolken. Dan denk ik, wel, help, wat gaat er gebeuren hier? Hè? Duisternis alom, komt dit ooit nog goed? De broekenriem aantrekken, krijgen er buikpijn van. Hè? En dat gaat maar door, hè, die politici met die metaforen. Angst, vooral natuurlijk angst. Hè? Negatieve angstmetaforen. En de politicus moet juist helderheid verschaffen. Dus er is heel veel mis met de beeldtaal, vind ik, ja. Ik vind echt dat de politici getest moeten worden op het gebruik van metaforen. En dat ze dat bijvoorbeeld 3 keer per jaar mogen doen. Ja, bijvoorbeeld met oudjaar en met Koninginnedag en dan thuis nog een keer of zo. Bij de opening van het huis. Want ze hebben het niet onder controle. Nee, dan mogen ze zeggen de zon schijnt, mogen ze dan zeggen, bijvoorbeeld. Maar voor de rest moeten ze gewoon zeggen, dividendbelasting, die hebben wij afgeschaft. Daar en daarom. En dat zeggen ze niet. Ja. Dus en dan zeg je dus als toeschouwer, zeg je, het zijn leugenaars. En dat is heel jammer, want het zijn ook gewoon mensen natuurlijk. En hoe denk je, als we het hebben over beeldcultuur, over het internet. Hoe consumeren wij beelden tegenwoordig? Want ja, dat is natuurlijk een oneindige stortvloed aan beelden. Ja, dat is een grote verhaal. Dat is een heel thema, ja. Ben je positief, dat is een heel thema. Negatief? Nou, ik ben eigenlijk heel positief, ja. Ik denk dat, maar dat weet ik dus niet. Maar kijk, het wordt iets primitiever. Beeldtaal is eigenlijk een heel gevaarlijk iets, omdat het enorm krachtig is. Je kunt, we weten allemaal, één foto zegt meer dan één foto van een, zelfs hè, één foto van een dood kind of een huilend kind met traangas. Dat doet de president van een groot land. We sluiten tot de bombardementen. Hè? En dan gaan er honderden mensen krijgen dan iets op hun hoofd en zijn dood. Mm-hmm. Hè? Toch wel heel, heel erg is. En toch heel belachelijk is. Dus dat is gewoon één plaatje. Terwijl als je het hem zegt, dan zegt hij, ja, so what, hè? Ik ben bezig. Dus beeldtaal is enorm sterk. En dat hebben mensen niet in de gaten. Maar ik denk, als je er maar veel mee omgaat, dan ga je dat in de gaten krijgen. Dus er moet veel meer aan geleerd worden. Het onderwijs moet, er moet weer dansles gegeven worden op school. Zangles op school. Gymnastiek op school. Nu is het allemaal buitenschools, hè?
Dus hele tent hebben ze uitgekleed, het neoliberalisme. Dus alles is weg. Dus al die creatieve vakken, die moeten op school zijn. Kijk, en omgang zo, met beelden hoort daar ook bij. Wat? Omgang met beelden hoort natuurlijk, daarbij. Als je tekent, dan ben je aan het omgaan met beelden. Want je maakt ze en dan kijk je. Als je een lijn zegt, als je een lijn maakt, dan kijk je daarnaar en dan denk je, wat is dat? Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Is dat een rook van een sigaret of een vogeltje wat dood neervalt uit de lucht? Hè? Zijn wij dan onderontwikkeld in het omgaan met beelden, vind jij, de Nederlander? Dat is natuurlijk een hele algemene vraag. Ja, nationalisme doe ik niet aan. Maar je hebt wel... Nee, dat doe ik niet aan, de Nederlander. Want ja, het zijn allemaal aardige mensen natuurlijk, overal ter wereld. Hè. Alle aardige mensen in Nederland, zijn die onderontwikkeld als het gaat nou, om beelden? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel het beeld is enorm krachtig. Enorm krachtig. En als je, ik weet niet... blote vrouw bijvoorbeeld. Ik bedoel, waar je die niet allemaal ziet. Auto's worden met een vrouw in een badpak verkocht. Alles wordt met een vrouw in een badpak verkocht. Dat is toch eigenlijk belachelijk. En het werkt ook nog. Ja. Dat is toch eigenlijk schandalig. En ook heel plat. Maar je ziet wel de macht van dat beeld. Maar wij zijn blijkbaar niet in staat om daar doorheen te prikken. Dat is nou precies de bedoeling. Ja. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik hoop dat nog mee te maken. Ik denk ook wel dat het gaat gebeuren. Omdat het is wel nodig. Het is wel nodig. Daarom is kunst heel belangrijk. Kunst is heel belangrijk omdat je daarmee... je gaat dus onderzoeken wat je ziet. Je weet niet wat je ziet. Ik weet dat dat een camera is, maar het lijkt ook op iets anders. Ja, dat is, kan van alles. Ik weet wel dat het een camera is enzovoorts enzovoorts. Maar het heeft zoveel verwijzingen. En dat moet je allemaal onderzoeken. En zo ga je weten wat een beeld is. En zo weet je ook de kracht ervan. Ik heb me natuurlijk voorbereid op deze uitzending. En dan zit er ook op YouTube een filmpje over jouw marathonbeeld. In opdracht gemaakt voor de gemeente Rotterdam. Dan worden de mensen gevraagd op straat wat ze van het beeld vinden. Ja. Even om aan te geven hoe beeldgeletterd men is. Ik denk dat het is om de stad te verfraaien ter ere van de marathonlopers. Om een stukje kunst in de omgeving te brengen. De gemeente wil zich op verschillende manieren manifesteren. Het is versiering van de stad of misschien was hier vroeger iets met ijs of zo. Ja, maar dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke goed, allemaal. Maar als jij die ene seconde van verliefdheid hebt in je atelier... en je denkt, dit is een geniaal beeld... Ja. Dan hoop je toch dat nee, ik heb geen ambitie. Ik ben geen missionaris. Hè. Ik hoop niet van als ik gelukkig ben, dan ben jij ook gelukkig. God, zie je, hè, dat doen wel eens mensen in relatie. Maar dan moeten ze de volgende dag relatietherapie doen, want dat werkt niet. Als de man zegt, God, jij maakt je mij gelukkig. Ja, wat is dat nou? Maak ik jou gelukkig? Hoe doe ik dat dan? Snap je? Je moet zelf gelukkig zijn. Dus die reacties, je moet niet iemand anders gelukkig maken. Die maakt dat het is, dan dat niet is uit. Bedrog. Dat is een christelijke afwijking. Dat is pathologisch. Goed doen. Charity. Yeah. Ja, dat is echt heel zielig, charity. Ik heb één keer theater gespeeld in New York. En op een gegeven moment kwam daar... het is echt waar. Komt daar en dan zitten we te eten met de theatergroep. Met Joan Jonas was het. Performances in the Kitchen. New York. Wel hartstikke leuk. 2003. Zitten we te eten. Komt een dame aan met een gevolg. Prachtige Indiaanse koningin, zeg maar. Prachtige dame. Met een gevolg. En die geeft iedereen een handje. En die zegt, is het lekker? Was het leuk? Ik zeg, en die vrouw gaat weer weg. Ik zeg, wie is die vrouw? Ja, ze heeft alles betaald. Die heeft 3 weken lang heeft ze dus 20 mensen betaald. Dat is charity. Ik vond het walgelijk. Een gevoel kreeg ik opeens. Die komt gewoon even kijken wat zij... Dus 100 brokjes, snap je? Mm-hmm. Of de 100 brokjes lekker waren. Ja. Dus en charity past is een misdadige iets. Want het is een perverse manier van omgang met elkaar. Ja. Ik moet niet met jou... wij moeten met elkaar niet omgaan... omdat ik denk dat ik goed doe voor jou. Dat moet jij moet toch zelf definiëren, willen weten. Jij weet toch zelf wat goed voor jou is. Ik kan je toch niet goed doen... Ik kan wel zorgen dat er een sociale structuur is waarin wij fatsoenlijk met elkaar omgaan natuurlijk. Maar ik kan toch niet goed doen voor jou? Dat is toch afschuwelijke, christelijke leugenachtigheid. Klopt, maar je kunt natuurlijk wel een poging doen om iets bijzonders te maken en ergens hopen dat dat herkend wordt. Of werkt het niet in zo in jouw visie? Ja, ik vind andere mensen het heel hartstikke leuk, maar ik doe daar niet zoveel voor. Behalve aardig zijn, snap je? Maar verder ook niet. Nee, ik heb niet ambitie daarin. Van, ik ga ze iets leuks brengen. Zo. Van, God, kom nou eens kijken naar mijn werk, dan word je ook gelukkig. Dit lijkt mij een schitterende manier om af te ronden. Ja, maar ik wil nog één ding zeggen, Luc. Ja. Met permissie, hè? Tuurlijk. Alle musea moeten gratis zijn.
Okay. En daar wil ik een pleidooi van houden. Dat alle musea gratis moeten zijn. Ik wilde naar het Stedelijk Museum gaan voor de grap, zeg maar. €17,50. Ja, je moet een museumkaart kopen. Ik doe dat niet. Ik koop niet meer aan musea. Nee. Ik koop namelijk geen kaartje meer. Museumkaart is een goede tip. Ja, een museumkaart. Of je moet bij de Lotto gaan. Maar dan moet je dus... ik wil ook niet naar de Lotto gaan. Soms moet ik naar mijn eigen werk kijken en dan moet ik... Heb je hem weggedraaid? Nee. En dan moet ik naar mijn eigen werk kijken en dan moet ik nog €12 betalen. Alle musea gratis. Staat genoteerd. Gratis, ja. Romy. Want kunst vertel, is voor iedereen. Nu draak je wel weg, Henk. Een openbaar goed. Romy, vertel. Wat is er nog uitgekomen? Nou, ik ben nog wel even bezig om deze tekening af te krijgen. Maar ik heb hem vooral laten inspireren door Henks manier van praten. Ik vind het echt... ik vond het een genot om erbij te zijn. Welke aspecten specifiek? Ja, eigenlijk gewoon... dat hij je zo meeneemt in zijn verhaal. En dat hij niet... Je kan van A naar B gaan en iets gewoon kort door de bocht zeggen. Maar ik vind vooral het hele zoeken eigenlijk naar woorden... en de manier van praten heel interessant. En ja... Het is heel bewegend en ritmisch. Het ja, dat is ja. Het zeker. En ga je die sfeer vasthouden als je het dan thuis afmaakt? Denk je dat je ja, dat... zeker. Ja. Ja, ik ben zo begonnen, dus zo maak ik het ook af natuurlijk. Heel ja. Goed, heel goed. Je kan altijd terugluisteren in ieder geval. Precies. Wat is er nog bijgekomen? Kun je dat nog heel even omschrijven? Het is eigenlijk gewoon nog steeds een hele warboel van allerlei lijnen. Wat vaak weer een reactie oproept om, voor nieuwe lijnen, et cetera. Dus het is eigenlijk actie-reactie voornamelijk. Het is een hele mooie warboel geworden. Dankjewel. Ja. Fijn dat je met ons het experiment wilde aangaan. Ja, en dan eindigen we met Voor de Kunst, de crowdfunding site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden natuurlijk. Deze week is het een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend. Want ja, Kunst is Lang ontstaat natuurlijk elke week uit een nauwe samenwerking tussen mijzelf en Mr. Motley. Maar Motley is meer dan alleen deze uitzending. Lieneke, hoofdredacteur voor de mensen die Kunst is Lang elke week automatisch als podcast krijgen. En misschien Motley helemaal niet zo als site bezoeken. Wat doet Motley precies? Hoi, trouwens. Hallo. Mr. Motley die schrijft artikelen. Dat is eigenlijk de basis van wat wij doen. Dus er komt iedere dag één artikel online op onze website. En die artikelen gaan eigenlijk heel vaak over kunst en het dagelijks leven. Dus op die manier proberen we, en dat doen we al bijna 15 jaar... om door een soort van ja, het alledaagse te verbinden aan hedendaagse kunst. Dat je daardoor mensen kan laten instappen met wat kunst kan zijn. Maar dat het tegelijkertijd ook echt ergens over gaat. En daarbij laten we eigenlijk heel vaak kunstenaars zelf aan het woord. Dus dat is Kunst is Lang natuurlijk een goed voorbeeld van. Zeker. En ja, dat is wat we voornamelijk doen. Motley is ook heel erg bekend van het blad wat ooit uitgegeven werd. Wat geprint werd. Klopt, ja. Is het nu al een hele tijd op internet. Is het internet een goede volwaardige opvolger van dat blad, vind jij? Ja, zeker. Ja, het heeft vanaf 2003 tot 2013 is het inderdaad als blad. En daarvan kennen heel veel mensen Mr. Motley ook nog. Toen is het, omdat we eigenlijk geen structurele subsidie meer kregen, is het helemaal online gegaan. Maar dat heeft heel erg positief uitgepakt, omdat je daardoor natuurlijk je publiek veel breder maakt en groter. Dus we worden veel meer gelezen. Maar dat niet alleen, wat leuk is daaraan, is dat je eigenlijk veel meer verbindingen kan maken met je eigen content. Dus dat ik veel meer oude artikelen kan koppelen aan wat er nu gebeurt. Dat je en op veel meer plekken tegelijkertijd kan zijn en veel meer op die actualiteit ook kan zitten. Dus vroeger waren het echt themanummers en nu is het ook wat vaker dat het over het nu gaat. Dat zijn wel, en dat je snel ook met je publiek contact hebt, dat is leuk. Dus je kunt heel erg luisteren van wat is de vraag, wat gebeurt er nu, waar moeten we op inspelen. Dus eigenlijk een blessing in disguise geweest. Ja, het is. Veel mensen missen het ook wel op papier. En dat begrijp ik heel goed. Omdat er ook wel iets van een soort van archivering misschien mist. Of dat het heel prettig is om op papier te lezen. Maar tegelijkertijd konden we toen niet anders. En is het wel heel erg goed geweest, ja. En pas natuurlijk bij deze tijd. We kunnen nu podcasts maken. Je kunt video's maken. Je kunt van alles aan elkaar koppelen. Ja, ja. Er moet een nieuwe website komen. Ja, daarvoor klopt. Daarvoor zijn we hier. Wat moet er gebeuren? Nou, eigenlijk, de website is 5 jaar geleden, aankomend najaar, 5 jaar geleden is het dus helemaal online gegaan. En zo lang bestaat die site nu. En in die 5 jaar is er relatief weinig veranderd. Dus hij is verouderd. Hij ziet er ook wat ouder uit qua vormgeving. Maar essentieel nog, en dat is eigenlijk wat ik net al noemde, is dat je iedere dag dus een artikel hebt gepubliceerd, 5 jaar lang. Maar daar is nooit in het begin echt over nagedacht hoe dat nou gestructureerd wordt. Dus ons archief is er maar onvindbaar en onzichtbaar. Dus een van de belangrijke dingen aan die nieuwe site is dat je eigenlijk met al je bestaande informatie nieuw opnieuw naar gaat kijken. Hoe kunnen we dat nou voor de lezer inzichtelijker maken? Het lijkt me bijvoorbeeld heel erg leuk als we docenten hebben op middelbare scholen die een keer een les willen geven over planten.
dat je maar plant in hoeft te typen en dat je allemaal artikelen krijgt die daarmee te maken hebben. Of dat je het zelfportret, of dat we thematieken eigenlijk binnen onze eigen content krijgen. Dus dat is een groot onderdeel, dat archief wat nieuw komt. En tegelijkertijd, bijvoorbeeld Kunst is Lang, we maken video's. Die zijn niet zichtbaar nu. Dus we hebben best wel veel nieuwe technieken die gewoon 5 jaar geleden nog nauwelijks gebruikt werden. En die dus niet echt een plek hebben op dit moment. Precies, dus dat moet in die nieuwe website allemaal opgenomen gaan worden. Ja, en het lijkt me ook. En dat is ook grappig hoe dat dus in 5 jaar kan verschillen. Hoeveel men nu op je mobiel gewoon kijkt. Dat gebeurde toen nog helemaal niet. Maar daardoor zijn ook dingen niet goed leesbaar. Dus je moet ook binnen zo'n artikel kun je best wel veel nieuwe dingen doen. Waardoor die fijner is om te lezen. Ja. Dus het is ook best wel praktisch eigenlijk. En het goede nieuws, als je steunt, kun je er kunst voor terugkrijgen. Ja, zeker. Vertel. Ja, nou, wat heel leuk is aan Mr. Motley en om daar te werken is dat we altijd dus heel veel met kunstenaars hebben samengewerkt en nog steeds doen. Dus door deze actie hebben we eigenlijk een beetje ons bevriende kunstenaars gecontact en zij hebben kunstwerken ingeleverd, zodat als mensen ons steunen via Voor de Kunst kunnen zijn kunstwerk thuis krijgen. Dus het kunnen echt unieke kunstwerken zijn, bijvoorbeeld van Gijs Vrieling of Koes Staes of Berend Strik. Die hebben allemaal echt een werk ingeleverd. Maar er zijn ook een paar kunstenaars die werk hebben gemaakt en wat wij printen. En dus kun je voor wat lager bedrag, als je dat dan krijg je geprinte kunstwerken thuis. En veel mensen zijn ook hier in Kunst is Lang geweest. Dus ja, zo maken we een beetje vrienden. En ja, ja, precies. En nog goed om te benadrukken dat er bijna geen geld omgaat in Motley. Nee, inderdaad. Dat dus is ook de reden waarom we voor de kunst doen. Omdat we zo onafhankelijk zijn en altijd proberen die verhalen samen met kunstenaars over dagelijks leven te maken. Hebben niet dat we bijvoorbeeld aan allemaal instellingen verbonden zijn waardoor wij geld krijgen of dat we structurele subsidie krijgen. Dat kan helaas ook niet meer. Dus we krijgen wel subsidie, maar altijd projectmatig. Of we krijgen advertenties waardoor mensen ons steunen. Maar het is wel, we zijn onafhankelijk, dus we hebben geen vast geld. Dus zo'n website valt een beetje in een gat. En daardoor hebben we die Voor de Kunstactie eigenlijk. Ja. Om dat te kunnen financieren. Hier hebben we het nog niet specifiek over gehad. Nee. Maar komt er voor Kunst is Lang ook nog iets leuks extra? Oh ja, dat had ik wel even kunnen overleggen. Ja, dat is mijn onder andere dus die video's komen erin. Het archief wordt beter. En het lijkt me heel leuk om ook inhoudelijk dus uitzendingen van Kunst is Lang te kunnen koppelen aan andere content. Dus als zo'n docent intypt planten, dat je misschien ook een keer een gesprek met Annegene of wie dan ook te zien krijgt. Dus dat je het op die manier koppelt. Maar ook binnen die uitzendingen van Kunst is Lang zullen gewoon video zichtbaar zijn. En de agenda wordt beter. En het ziet gewoon beter uit. Dus over de hele breedte wordt het gewoon beter. Dus vind je Kunst is Lang leuk? Vind je Motley goed? Ga dan een kijkje nemen op Voor de Kunst. En help ons aan een nieuwe site eigenlijk. Ja. Dat is het. Ja, we hebben nog. Het gaat goed. We zijn op 70% en we hebben nog 8 dagen. Dus als iedereen een beetje stort, dan komen we er wel. Heel goed. Dankjewel. Dan zijn we alweer aan het einde van Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Henk. En dan zie je ook wat Romy hier live maakte. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan zit hier Rob Voerman. Graag tot dan.